Runar, ben je het daarmee eens? Een gelijkspel is de juiste weergave van de wedstrijd of zie je dat toch wel enigszins anders? Ja, zeker en vast. Als je kijkt gewoon aan de kansen dat je creëert. Gent had, zoals Heijn zegt, veel meer balbezit, speciaal in de tweede helft. Maar ik vind gewoon dat wij hebben een goede wedstrijd gespeeld tegen een heel goede ploeg. Wij wisten dat Gent ging meer balbezit hebben dan wij. Maar de jongens hebben zich goed getoond vandaag met veel inzet. En ik vind dat wij hebben... Ja, de juiste keuzes gemaakt vele keren vandaag. Niet altijd proberen door de middenvelden te spelen, dat doen we weinig. We willen liever over hun verdedigers de bal spelen en dan druk opzetten op die manier. En dwingen Gent in fouten, en corners vrijtrappen of inworpen te krijgen hoog in de baan. En op die manier iets proberen te creëren. En, maar wij waren gretig en we hebben daar, voor mij, als ik kijk aan de wedstrijd toe, als ik kijk aan de kansen, ja, dat zegt alles voor mij. Wij hebben hier eigenlijk twee punten laten liggen, maar eentje gekregen. Maar dat is mijn mening en op basis van de kansen is dat zo. Wat mij vooral opvalt is het grote verschil met de wedstrijd van zaterdag. Hoe is dat te verklaren? Zaterdag lamwendig, weinig inspiratie, weinig motivatie, leek het wel. En nu vandaag net het tegenovergestelde. Ja, wij waren wel in Moeskroon heel goed bezig. De eerste helft hebben we heel goed voetbal gespeeld. Dat was motivatie, maar in de tweede helft, zoals misschien Heijn zegt over zijn eerste 15 minuten bij Gent vandaag, de jongens denken soms dat 1-0 voor tijdens de, na de eerste helft, dan denk je, wij gaan deze wedstrijd altijd winnen. Wij zijn zo veel beter dan Moeskroen op dit moment, maar ja, gaat het niet goed vooruit en wij hebben een slechte tweede helft gespeeld en Moeskroen verdiende te winnen die wedstrijd. Laatste vraag misschien nog, de situatie van Kilian Overmeijer, het leek ernstig, is daar al enige duidelijkheid over? Nou, dat is moeilijk te zeggen op dit moment, maar hij moest bij de dokters vanavond, morgen vroeg ook beelden nemen en dan zullen we zien. Oké, dankjewel. De volgende wedstrijd is nu zaterdag op Kortrijk. De eerste thuiswedstrijd is die tegen Anderlecht op vrijdag 3 februari. Misschien tot dan. Een goede avond nog.